Draai. Maar je gaat het niet doen. Ik ben hem klaar. Ik ben hem klaar. Nou, wat leuk. Ja, leuk. Ja. Hoe gaat het? Jullie moeten er heel even uit. Even heel voorzichtig eruit. En hier ligt Sammetje. En die kant ligt Jesse. Oh, ja, Jesse. Ik ben er moe. We zijn de drie musketeers. Welkom bij een nieuw video. Mijn naam is Ramon. Ik ben Jesse. Ik ben Sam. En jij bent? Bakker. Hoe heet je? Pip. Ja, en wij zijn... De Bakkertjes. Ja, jongens. Nou, we zijn net onze bed uitgerold. Ja, en rollen. Ik ben Pip of wel? Jij bent Pip, ja? Ja. Ja, en wij gaan... Bij meisje Pip, ja. En wij zijn jongetjes. Papa en Jesse Sam. Ja, jongetjes. En wij gaan vandaag... Mijn jongen, mijn meisje. Ja, oké. Kunnen we verder? Ja? Oké, wij gaan vandaag een challenge doen, in die zomere challenge. We gaan een 24 uur challenge doen. Ja. Maar dat doen we niet in de auto. Dat doen we niet in een boom. Dat doen we niet in een bed. Dat doen we 24 uur lang op het grasmat in de tuin. Vinden jullie dat een goed idee? Ja, maar dat telt de trampo, het klimmen ik toch ook mee? Ja. Oké, nou dit zou het plekje zijn, jongens, maar... Hij kan meehelpen. Hij zit hier als eentje dat ding te trekken. Oké, ik wil naar die kant. Ja, hierheen. Ja, stop. Deze tafel. Wat is hier de bedoeling van namelijk? Ja, zie zo wel. We gaan naar de bank. Ja. De bank. Tuurlijk, anders sloot de boel even, joh. Hey, dan moet je kijken. Is zo. Nou, Sam die gaat ervoor doen met de bank. Dat was ook zo. Ik pak deze binnen. Dat je overheen kan springen, weet je nog? Oh ja. Hier, wacht. Hier kan ik ook overheen springen. Als je mag iets. Doe die op de bank en samen helemaal kracht. Het hele trompel en dit. Oké, staat alles klaar? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Dus vanaf nu blijven jullie? Hoe lang hier? Op de grond! Ah! Nee! 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 Ja, nou Jesse er ook bij zitten. Hey jongen. Wow. Oké, nou we gaan nu beginnen. Als eerste het lekkere ontbijt. Oh, Pip. Denken jullie dat jullie gaan volhouden de hele dag hier? Ik wel, want ik zit eigenlijk elke dag ook 24 uur, 12 uur. 12 uur zit ik echt, wil ik. Elke dag, ook in het weekend, ben ik altijd buiten. Elke dag. Ja, jullie hebben niet echt de keuze zo, jullie kunnen ook niet ergens anders heen. Nee, dus maar ben je al 12 uur buiten geweest? Ja. Wie doet het mee een spelletje? Ik dan. Nog eentje daar. Doe je mee? Ja. Pipje. Oh, Pipje. Pak mama. Ik ga het af. Pak dat. Oké, Jesse en Sam, we doen het zo. Jullie krijgen allebei een blindekom. We gaan jullie ronddraaien en dan moeten jullie... bij Sam moet je sorry, even stakken. We gaan jullie ronddraaien. En dan is de bedoeling dat jullie geblinddoekt, zeg maar, de weg vinden naar de klimtoestel en als eerste via de glijbaan naar beneden. Ja, ik kan hier een klein beetje doorheen. Nu zie ik echt helemaal niks. Nu zie je niks meer? Nee, nu is echt donker, denk ik, hè? Ja, want het is vet, mama. Oké, Sam, hoeveel vingers steek ik op? Vijf. Goed zo. Oké, nou we gaan nu even helemaal draaien. Goed zo, Pippo, draaien. Kijk, Pippo, zullen we draaien? Oké, dan richten we die kant op hem. Ja, oké. En jullie mogen beginnen. Oké. Mag ik kruipen? En dat is je zusje. Ja, wat jij wil. Hoe? Als je er maar... yes, hè. Sam, het gaat om wie het eerst op de trap is, hè? En dan via de glijbaan weer naar beneden. Oké, nou de jongens zien echt niks. Oh, Pip de Krol bij tegen de paal aan. Kijk, oops. Sam ramde zijn hoofd tegen de paal aan.
Sam is heel goed bezig. Pip is ook heel goed bezig. Goed zo, Pip. Oké, dat is Jesse. Die gaat even proberen tussen de kiertje door te klimmen. Die zit dan met de schommel. Heel goed, Sam. Gaat goed, Jesse. En de winnaar wordt Sammetje! Ja, ja, ja. Tweede. Ga er vanaf. Ja, je moest erboven, man. Ik hou je tegen, Pip, zonder... Oh. Ik hou je handje vast. Moet ik je handje vasthouden? Goed zo. Oké, jongens, het is tijd om te gaan lunchen. Kijk eens wat we hier allemaal hebben. Jongens, het is tijd om te lunchen. Waar? Pip. Pip? Ja, Pip. Die was in de tuin, toch? Ja, hier ben ik. Pip? Pip? Ja. Jongens, hebben jullie Pip niet gezien dan? Dan. Pip! Op! Kijk eens! Oh, kijk eens! Gezellig! Oh! Nou, en dan komt Jess aan voor het ontbijt. Hop! Oh. Wow! Hoe was jullie lunch? Super lekker! Ja, dan zijn we laatst, Sam. Was ik naar de autokeuring geweest? De auto moest gekeurd worden. Ja. Wat heb jij, wat vroeg jij mij? Hoeveel mensen werken daar? Ja, en waarom? Er zijn drie. Ik vond het stierig voordat die mensen nog eens moeten werken. Maar ik wou daar even mondkapjes geven. Dus Sam die heeft zelf mondkapjes zitten maken, hè? Ja. Van papier en elastiek is natuurlijk geen echte mondkapje, maar hij wou toch iets doen. Nou, waarbij wat bedacht. En dat is? Een tekening maken. Een tekening. Voor wie dan? Voor een opa en oma. Voor opa's en oma's. Ons idee is zeg maar om tekeningen te gaan maken voor oudere mensen. Ja. Gewoon willekeurig, dus die hier in de buurt wonen. Stel dat je weet dat ergens een opa of oma... Ja. Ja, is goed. Zodat we toch een beetje aan hun denken dan, ja, hè? En die eenzame tijd voor hun. Die mensen natuurlijk alsmaar binnen, dus hoe leuk is dan om een tekening te krijgen? Ja, super. En eigenlijk willen we aan jullie vragen om dat ook te doen. En wil je daar aan meedoen, ga van onze Instagram, link in de beschrijving. En misschien kunnen we met z'n allen gewoon allemaal tekeningen gaan maken voor oudere mensen. Hoe vet zou dat zijn? Ja, dat zou heel leuk zijn voor die ouderen. Ja. Nou, Jesse en Sam die gaan even mooie tekeningen maken. Hoeveel gaan jullie er maken? 1, 2, 3? 1000. 3. Ja, maar dat je allemaal thuis moet blijven, maar het is niet leuk. Maar ik krijg, maar jullie krijgen twee keer Kijk, Pup zit hier met een pupspel. Kijk, dat is allemaal hier, allemaal... Ja, je stinkie. Kijk, op je hoofd, Pip. Wat heb je op je hoofd? Pip. Hier, nog eentje. Pip, kijk eens naar papa. Pip, papa. Ik moet het flippen. Papa, ik moet flippen. Ah, godverdamme. Oh, dit is echt een... Daar nog één, hier nog één. Ja. Daar nog, daar nog, daar nog, daar nog, daar nog. Oké, nou we gaan even kijken hoe het is met de jongens. En met de meisje natuurlijk. Jongens, hoe gaat het? Goed. Ja? Ik ben heel druk bezig met tekenen. Dit doet het echt niet te mooi. Dit is het niet mooi? Nou, dan pak je een andere kleur. Waar is de dop? Daar. Daar, pak de dop dan. Ja, je moet toch eerst de dop erop doen, schat? Ik was er binnen toe gaan, maar Sam, kom eens even, schat. Ja, kijk. Want wat was er gebeurd? Ik ben gevallen hier. Ja, even goed laten zien. Hele blauwe plek, ik jongens. Ik heb zo. Ja, doe het nog een keer voor, ja. Dat doet pijn. Maar ik wil niet vasthouden, dus kan je het doen? Ja, Sam kwam op een geniaal idee. Ja, kom maar even. Dus dit is een ideale tip voor kinderen die iets aan de wang hebben. Kijk, als je nou gewoon zo doet. Dat is Sam's idee, hè. Niet denken dat ik... Zo. Kijk. Ideaal dit. Krijg je nog een beetje lucht? Ik ga pippen voor staan. Ik ben het filmen, schat. Oké. Nou, ideaal. Hey. En deze nog op om af te maken. Zo. Hoppakee. Kijk eens, jongens. En dit heeft Jesse gemaakt. Is hij klaar? Ja, ik vind hem klaar. Ik vind hem klaar. Ja, ik vind hem wel mooi met alle vogels erbij. Nou, zetten we nog even je naam erop en zullen we dan opzetten bijvoorbeeld zomaar. Zo van, gewoon omdat wij aan je denken, zomaar. Is dat een idee? Nou, hun zijn nog heel even bezig. En dan gaan wij even hier zo kijken, want ik heb deze dingen gekocht. Dat zeggen jullie nog niks natuurlijk. Dit hier komt me bekend voor een schommel. Nee, het is geen schommel. Maar is het wel? Nee, het is gewoon, hier krijg je gewoon mooie twee haken. Zo, wat leuk. Ja, ja, echt wel leuk. Is hij klaar? Oh. Zelfs de achterkant. Oh ja, nou weet ik het. Wat dan? Ik weet wel wat het is. Oké, okay, jongens. Ja, ik mis wel eerder. Maar vinden jullie het leuk een hangmat of niet? Ja! Oh, toch wel. Maar ik mag eerst.
Ja, het is twee personen, dus als het goed is kunnen jullie met z'n tweeën in. Ah, Pip die telt van spekbonen mee. Tuurlijk mag jij erin. Dit houden. Lap houden. Ja, die is toch voor die oudere mensen? Nee, mag de hangmat houden. Oh, ja, de hangmat mag je houden, ja. Of je wil die ook aan die oudere mevrouw geven, dat kan ook. Hieronder zetten we dus Jesse, zomaar voor jou. En hier ons adres, maar die hebben we even geblurred natuurlijk. En bij Sam ook hetzelfde. Zomaar voor jou, van Sam. En dan ons adres. Want zo weten de mensen dus van wie die afkomt. Ja. En dan denken ze, oh wat lief van dat kindje. Ja. En nou hier zo. Oh. Oh. Oh, Jesse gaat er eens in liggen. Oké, okay, nou dan gaan we dit krijgen. Oké. Okay. Jesse voor de eerste keer in de hangmat. En dat gaat... Je hebt een gezicht van Pip. Gaat goed, schat. Ben je goed? Ja, eigenlijk moet ik zo. Ja. Oh, kijk eens. En dan kan Sam, die kan als goed aan de andere kant liggen. Kijk. Ja. Kijk dan, kijk. Oh, heb je een tatoeage? Hier gaat het bij liggen. Lekker met de voeten bij elkaar. Ik heb het opgehangen, ik weet niet hoe lang het goed gaat. Pip is dan naar binnen toe. Kom kijken, kom, kom. Kom maar, Pip. Kijk of het nog gewoon op de grond ligt. Oh, jee. Oh, ik weet niet of dat heel lang goed gaat. Ik moet hem even. Nee. Jullie moeten er heel even uit. Even heel voorzichtig uit. Oké, jongens. Nou, ik ben heel even op en neer geweest naar de gamma om even de goede te halen. Ik heb deze. Die andere die zakte dus in, maar dan denk je, waar zijn de kinderen? Let op, kijk. Helemaal niemand hier. Maar je hoort wel een geluid. Let op, hè. Kijk, daar gaan we het krijgen. Doei. Hey! Is het leuk hier zo? Ja, echt heel leuk. Kijk jongens, want dit is die andere, die is echt helemaal omgebogen. Ik heb het nou een stuk steviger gedaan. Oké, Sam, ga erin liggen. Ja. Oh, Em! Ik ga hier voortaan liggen. Ja, dat snap ik. Als ik hier ga liggen, blijf ik hier. No, blijf je altijd. Oh, dat ligt zo lekker. Oh. Pip, lig je lekker, meis? Ja. Sam, vind je het ook oké hier? Ja, ik vind het oké. Oh, lekker. Het is heel lekker. Ja, mama is spekjes aan het maken. Ze komt nu met kussens aangelegd. Oh, kussens erbij. Stellen. Oh, kus op de grond. Dat ziet er heel gezellig uit. Ik zie een nieuwe challenge aankomen, jongen. 24 uur in de hangmat. Ja. En heel vaak zie je op de video dat het altijd fastfood aan het eten. Maar dat is, we eten ook gewoon gezonder. Denk. Kijk eens hier. Behalve dan de spek en de worst en de jus. Ik kan maken. Oh, zijn we TikTok aan het maken? Ja? Oké. Jongens, eten! Heeft hij vast een moeder. Oké, jongens, eet smakelijk. Dankjewel. Dan hebben we nog iets heel leuks. Dit als toetje. Jongens, wie lust dit als toetje? Nee, ik niet. Jij niet? Nee. Oké, nou Sam lust het niet, dus Jesse bij deze alsjeblieft. Jouw toetje. Mm. Hoe gaat het? Niet goed. Zo, jongens, het is echt helemaal blauw geworden. Oh, ja. Ja, hoe ging het met eten? Volgens mij... Jij bent aan het eten. Hey Sam, ga eten jongen. Al krijg je nog een blauwe wangen bij, dus... Oké, jongens, is het gezellig of is het gezellig? Kijk eens hier. Wow. Hey jongens, wat gaan jullie ook in de tuin slapen dan? Ja, maar je mag wel deken. Ja, dat wel ja. Ja. Tijd voor een... Toetje! Alleen, je moet hem wel zelf zien open te maken. En je mag hem niet op de tegels kapot gooien. Oh, ja, sir. Zet hem op de tafel. Nee, ook die op onze tafel, want is de tafel kapot. Oh, nou, succes ermee. Fijn, nou, dat was poging 1. Je kan van alles proberen, zolang het maar op het gras is. Nee, wat dan? Hoe krijg je dit? Oké, ja? Op de tafel? Ja, maar niet op de tegels, hè? Wacht op de tafel. Nee, niet op de tafel. Oh, Semmetje! Nou, eet smakelijk, Jesse. Oké, jongen. Dit stuk is echt heel lekker. Mmm. Zo lekker. Eet smakelijk. Een Pip zit een hele bonk watermeloen te eten. Dit is echt lekker. Zo. Lekkere Pip. Mmm. Ik weet niet of je het op de camera goed kan zien, maar het is al 9:15 s'avonds. Het begint al aardig donker te worden. Kinderen hebben een pyjama aan. Ja! Ja, jongens. Hier is jullie dekbed. En waar gaan jullie naar slapen? Ja. Gaan jullie nou net zoals vorige keer na een half uur zeggen we willen naar binnen? Nee.
En hier ligt Sammetje. En die kant ligt Jesse. Oh, ja, Jesse. Ik ben er moe. Oké, hoe vonden jullie het zo de hele dag op het... Ik vond het superleuk. En vond jij het leuk? Ja. Ja? Oké, nou morgenochtend kom ik om te kijken hoe het met jullie gaat. Oké. Ja. Wel trussen. Ja, jongens, en het is de volgende ochtend. En kijk ze daar nou eens zitten. Oh. Hoi. Hey, hoe is het? Papa, wil je erop bij? Ja, ga er lekker bij. Kom. Jongens, hoe hebben jullie geslapen? Heel lekker. Ja? Ik heb echt heel lekker geslapen. Was die koud? Nee. Nee? Niet, als je gewoon een deken. Nee, jullie hebben een hele dikke deken. Nou, Pim, ga er lekker bij liggen. Wil je in Jasses kant liggen? En wij gaan afsluiten. Nou, bedankt voor het kijken. Als mensen nog geen abonnee zijn, moeten ze zeker. Abonneren. En natuurlijk. Ja, en zeg maar Pip, en zeg maar duimpje om. Omhoog, heel goed. En bedankt voor het kijken, zeg maar.